Johan Derksen hoeft geen excuses van Wilfred Gené. Veronica Insider gezicht. Johan Derksen is al weken het gesprek van de dag na de volledig uit de hand gelopen ruzie tussen hem en presentator Wilfred Gené na die veelbesproken racisme-uitzending van 6. Ondanks alles, hoeft Johan geen sorry te horen van Wilfred. Dat geeft hij aan in een nieuwe interview met RTL Boulevard. Hoewel Johan, samen met René van der Gijp, volgens geruchten al bezig is om een nieuwe 6-presentator te regelen, lijkt dat toch niet helemaal te kloppen. Er komt namelijk nog een gesprek tussen de drie heren. Wanneer we daar allemaal aan toe zijn en wanneer de emoties weer wat ingedaald zijn, dan zien we wel of we eruit komen. Wilfred ging in de bewuste uitzending vol in de aanval tegen Johan na zijn Zwarte Piet grap van de week ervoor. Veel kijkers vielen over Wilfreds houding en ook Johan voelde zich in de steek gelaten. Dus ja, er komt een gesprek, maar ik denk dat de problemen die er nu zijn blijven. Dat verandert niet. Emoties liepen, voor één achter de schermen, hoog op. De toekomst van 6 staat op losse schroeven. Johan zou het zonde vinden als de show verdwijnt, maar er bestaan ook nog principes in het leven. Zondag zat Wilfred bij Op1 om nog een keer zijn kant van het verhaal te doen. Hier gaf hij toe dat de uitzending achteraf gezien misschien wel niet gemaakt moest worden. Heeft Johan de show gezien? Ik vind niet dat ik moet reageren op een ander televisieprogramma, maar uiteraard heb ik het gezien. Hij eist geen excuses van Wilfred. Hij heeft een mening en een bepaalde aanpak gehanteerd. Dat is zijn goed recht. Op 1, waarom is Veronica Inside meegegaan in het vinden van een zondebok en de verantwoording voor de uitspraken van Johan Derksen? Wilfred Gené, je kunt wel roepen dat alles gezegd mag worden en soms klopt dat, maar je moet ook rekening houden met het sentiment van het moment. _ Mocht Johan besluiten om zijn biezen te pakken, stort 6 als een kaartenhuis ineen. Dan is het format ook definitief klaar. Dat is namelijk contractueel zo vastgelegd. Wat dan ook definitief klaar is, Johans tv-carrière. Ik heb geen enkele ambitie om verder nog iets op televisie te doen. Dat was het dan.